Amslot Review, betrouwbare e-bikes. In deze Amslot Review ontdek je alles over dit merk en over de fietsen van dit merk. Feit is dat fietsenmerk Amslot in ons land behoorlijk populair is geworden. En dat het fietsmerk door de jaren heen een interessant aanbod op heeft weten te bouwen. Voordat we beginnen wil ik je nog het volgende zeggen. Wil jij belangrijke tips ontvangen om een miskoop te voorkomen? Download dan de gratis e-bike keuzehulp. Klik op het linkje in de beschrijving onder deze video om hem gratis te downloaden. Zo weet je zeker dat je goed op de hoogte bent. Laten we snel beginnen. Over het merk Amslot. De beste e-bike van Nederland. Dat is de tekst die je op de website van Amslot direct naar voren ziet komen. Daarnaast valt ook de tekst Nederlandse topkwaliteit direct van de fabrikant op. Die tekst doet vermoeden dat Amslot van origine een Nederlands fietsmerk is. Amslot is inderdaad in Nederland opgericht. In 2015 zag dit merk het levenslicht, waarna het al snel hard ging met Amslot. Sinds 2015 is dit merk dan ook uitgegroeid tot een gerenommeerd merk in ons land. Niet alleen de e-bikes van Amslot zijn uniek, maar ook de bedrijfsvoering. Het is namelijk niet mogelijk om de fietsen van Amslot bij een andere partij aan te schaffen. De enige optie die je hebt is om de fietsen rechtstreeks bij Amslot aan te schaffen. Volgens het merk zelf is men daardoor in staat om je een prijsvoordeel van 40% aan te bieden. Bij Amslot geniet je van enkele interessante extra's. Zo kun je een gratis proefrit aan huis aanvragen. Bij jou thuis krijg je uitleg over de fiets en kun je de fiets naar hartelust uitproberen. Nadat je de Amslot e-bike gekocht hebt, krijg je hier 3 jaar volledige garantie op. Mocht er onverhoop iets aan de hand zijn, komt een mobiele servicemonteur naar je huis toe. Bij Amslot geniet je zodoende van service op maat. Het aanbod van Amslot. In het aanbod van Amslot zijn uitsluitend elektrische fietsen te verkrijgen. Dit merk richt zich niet op fietsen zonder een accu of batterij. Maar je kunt alsnog bij Amslot van een uitgebreid aanbod genieten. Het merk biedt namelijk meerdere e-bikes aan. Belangrijk onderscheid hierbij kan gemaakt worden tussen de plaatsing van de motor. Amslot biedt namelijk e-bikes met een voorwielmotor aan en e-bikes met een middenmotor. Waar worden Amslot fietsen gemaakt? Een belangrijk kenmerk van Amslot is dat de fietsen rechtstreeks vanuit de fabriek geleverd worden. Het gaat hierbij om een fabriek die in Nieuwegein gevestigd is. In deze fabriek worden alle e-bikes geproduceerd, waarna de e-bikes naar de klant gebracht worden. Ongeacht of de klant nou in Maastricht of Heerenveen woont, vanaf Nieuwegein is de afstand relatief kort. Waar zitten de Amslot winkels? Bij Amslot is het alleen mogelijk om de fietsen bij Amslot rechtstreeks te bestellen. Men werkt niet samen met wederverkopers of andere partners. Nee, Amslot heeft ervoor gekozen om zelf allerlei verkooppunten op te richten. Deze verkooppunten zitten door het gehele land verspreid. In onder andere Apeldoorn, Assen, Den Bosch, Roermond, Rotterdam en Vianen zijn de Amslot Experience Centers te vinden. Bij deze winkels kun je niet alleen fietsen bekijken, maar je kunt ook direct een proefrit maken. Waar zijn de prijzen in de webshop van Amslot? Het heeft te maken met een behoorlijk wazige strategie. Een strategie die enigszins van Stella afgekeken lijkt te zijn. Om de Stella-prijzen te bekijken is het namelijk ook noodzakelijk om eerst je adresgegevens in te voeren. Pas nadat je dat gedaan hebt, worden de prijzen zichtbaar. Dit is dus ook het geval in de webshop van Amslot. Een keuze die wij niet al te goed kunnen begrijpen en waar wij ook niet super over te spreken zijn. De voor- en nadelen van de fietsen. Voordelen van een Amslot-fiets. Prima bouwkwaliteit en netjes afgewerkt. De fiets beschikt over een krachtige en hoogwaardige accu. Op een Amslot fiets krijg je maar liefst 3 jaar garantie en service aan huis. De Amslot fietsen zijn relatief voordelig. In het aanbod van Amslot kun je uit veel soorten fietsen kiezen. Je geniet van korte lijntjes aangezien Amslot niet met de tussenpartijen werkt. De nadelen van een Amslot fiets. De prijzen zijn allesbehalve transparant in de webshop. Je kunt voor onderhoud niet naar de plaatselijke fietsenmaker toe. Niet het allerbeste elektrische fietsmerk. Wat vinden gebruikers? Op het internet zijn bijzonder veel beoordelingen over Amslot te vinden. Zo hebben ruim 2500 mensen een beoordeling op Trustpilot achtergelaten. Van deze beoordelingen is de gemiddelde score een 4,3 op een schaal van 1 tot 5. Opvallend genoeg lopen de beoordelingen behoorlijk uiteen. Sommige mensen zijn erg tevreden over Amslot, terwijl veel mensen klagen over dit merk. Dit laatste kwam in een uitzending van Kassa in 2020 aan het licht. Dat deze uitzending behoorlijk wat stof deed opwaaien, laat de mededirecteur van Amslot duidelijk blijken. Feit is dat de meeste klanten erg te spreken zijn over Amslot, over fietsen van het merk en over de service van het merk. Uiteraard zijn er altijd wel negatieve ervaringen te vinden, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Stella. Als we naar het totale plaatje kijken, zijn veel klanten enthousiast over Amslot. Zijn de fietsen van Amslot het kopen waard? We kunnen in ieder geval stellen dat Amslot een prachtige groei doorgemaakt heeft. Sinds 2015 is het merk aan de weg aan het timmeren. Het einde van de immense groei lijkt nog lang niet in zicht. Iets wat ons aanstaat is het uitgebreide aanbod van e-bikes bij Amslot. Juist doordat je uit veel e-bikes kunt kiezen, kun je vrijwel altijd de perfecte e-bike voor jezelf vinden. Daarbij vinden wij het erg jammer dat men niet transparant is over de prijzen. Zo kun je online niet de prijzen van Amslot fietsen vinden zonder eerst je adresgegevens in te voeren. De kwaliteit van de Amslot e-bikes is gelukkig dik in orde. Precies wat je van een Nederlands merk mag verwachten. Dit was de review over Amslot fietsen. Ik hoop dat deze informatie heeft geholpen met jouw zoektocht. Wil jij belangrijke tips ontvangen om een miskoop te voorkomen? Download dan de gratis e-bike keuzehulp. Klik op het linkje in de beschrijving onder deze video om hem gratis te downloaden. Zo weet je zeker dat je goed op de hoogte bent. Laat een like achter op deze video en abonneer op ons kanaal als je dit leuk vindt. Bedankt voor je tijd en ik zie je graag in de volgende video.